Deze heeft het bekken navigatiesysteem, dus op navigatie drukken. Dan opent hij dat bekkensysteem. Dat bekkenkastje dat zit in het dashboardkastje, dat zit hier. Daar hebben we dit kastje voor. Dit bekkenkastje haal je eruit. Deze schuif je erin. Dit is gewoon een plug-and-play kastje. En vervolgens heb je via dit kastje heb je CarPlay. Er zit een handleiding bij, hoe het allemaal werkt. Dat is echt heel simpel. En nog een kabelboompje als je bijvoorbeeld een camera erop aan wil sluiten. Dit hoeft niet, meestal laten we deze gewoon achterwege. Dus we halen de bekkenmodule halen we eruit. Hop. Dat is deze. Die is er gewoon uit. Dan pakken we deze. Met het dip en met het rode vlakje naar voren. Schuiven die erin. En dan start het kastje op. Nou, dan zitten we in het kastje. Dat kastje bestaat uit een aantal tegels. Je hebt CarPlay, Android Auto, AirPlay en AutoLink. Dus dit is screen mirroring voor zowel Apple en Android. En dit is natuurlijk Android Auto en CarPlay. Dan heb je hier nog USB. Dit is voor USB muziek en video's, als je een USB-stick hebt. Camera voor een dashcam, equalizer en instellingen. En natuurlijk je Bluetooth voor het koppelen en het ontkoppelen van apparaten. Nou, koppel je je telefoon aan het kastje. Dan open je CarPlay. En dan heb je CarPlay. Dus zo simpel kan het zijn. Werkt voor alle auto's die beschikken over de bekkenmodule. Dus dit kastje. Als je dit in je dashboardkastje hebt, dan kun je die eruit halen. Ons kastje erin doen. En dan heb je CarPlay. Zo makkelijk kan het zijn. Dan heb je dus je Spotify. Je Google Maps. Je Apple Maps. Flitsmeister. Waze. Radio, DAB bijvoorbeeld. En welke app je dan ook maar op je telefoon hebt die CarPlay ondersteunt. Dit bedien je natuurlijk gewoon met de originele knop, zoals je verwacht. If I could, be the love of the underdogs on top. And I'm gonna shine on